Een automobilist is zondagmiddag over de kop geslagen op de N223 bij de Lier. Het voertuig raakte de onbekende oorzaak van de weg en velde onderweg een aantal lantaarnpalen. De gewonde bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Op de Bierbrouwersgaarde in Den Haag is zaterdagnacht een auto in vlammen opgegaan. Het vuur ontstond rond 2:30 in de Haagse wijk Boudest. Omdat er naast de auto een jerrycan is aangetroffen, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Op de Madeweg in Monster is zondagochtend een auto met 5 inzittenden van de weg geraakt en in een sloot beland. Iedereen is zonder problemen uit het voertuig gekomen. De bestuurder is aangehouden door de politie. Als het aan de gemeente Den Haag ligt, wordt de nieuwe sportcampus in het Zuiderpark een icoon van de stad. Op de plek waar tot 2007 het oude ADO-stadion stond, komt een sportcampus voor 1500 studenten. Het enorme project moet in januari klaar zijn.